Dit is de nieuwe JBL Go 2, rechtstreeks meegenomen van de IFA en wij gaan hem testen. Dit is het uiterst compacte doosje van de JBL Go 2. Een hele kleine Bluetooth speaker. Ik denk een van de kleinste in het assortiment van JBL. En wat opvallend is, hij is niet rond, waar JBL natuurlijk heel veel naam heeft gemaakt, maar het is een heel schattig klein vierkant speakertje. Het is overigens een verpakking die misschien speciaal voor de pers is, dat durf ik niet te zeggen. Er zit in ieder geval een perssticker op de verpakking. Dus ja, tijd om hem open te maken. En we hadden hem al aan de onderkant even opengemaakt. We zijn al druk aan het testen geweest met deze speaker namelijk. Het komt niet vaak voor dat we de unboxing schieten nadat we de speaker hebben getest. Maar tijdens de IFA hebben we hem al een beetje gebruikt. Een hele leuke speaker. De bediening is heel mooi toegankelijk hier aan de bovenkant verwerkt. We hebben hier aan de zijkant een siliconen lip. Daarachter zit je micro USB laadaansluiting en je 3,5 mm audio aansluiting. Dat er nog voor micro USB gekozen is anno 2019 vind ik op zich wat jammer, zeker op de schaal waarop JBL inkoopt. JBL is onderdeel van Samsung. Dus ja, je zou verwachten dat ze tegenwoordig gewoon overal USB-C ingooien, want alle top smartphones van Samsung hebben dat ook. En dan kun je gewoon één lader gebruiken, dat is wel zo fijn. Dan hoef je niet meer zo'n ouderwets micro SD of micro USB kabeltje mee te nemen. Dus dat is wel net even jammer, maar so be it. Nou, we hebben hier een handleiding in een kokertje. En een vergeeld plakbandje eromheen. En we hebben hier, en dat is dan wel weer heel erg leuk, de micro USB kabel. En die is gewoon JBL Orange. Dus dit is qua styling wel echt super leuk. Ja, wat ik je nog niet heb laten zien tijdens het uitpakken, dat is deze achterkant. 100 million smiles. Geen idee. Hebben ze er 100 miljoen van verkocht of hebben ze 100 miljoen volgers op Instagram? Daar heb ik eigenlijk nooit naar gevraagd, dus ik weet het niet. Maar het lijkt wel echt een special edition te zijn. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Maar buiten dat, het is een hele comfortabele, leuke, kleine punchy speaker. En met punchy bedoel ik dat er echt gewoon een heel strak basje in zit. Het geluid is wat dat betreft echt heel erg des JBL's. En dat is denk ik voor de meeste muziekliefhebbers echt gewoon prima voor mobiele speaker. En neem dit lekker mee naar het strand. Neem dit lekker mee in je hotelkamertje, op je nachtkastje. Het is gewoon echt een super leuk speakertje om mee te nemen. Dus ja, deze JBL Go 2. Nadelen hebben we niet. Ja, 5 sterren, dat kan niet anders. Het is gewoon een top speakertje.